Welkom bij een training van mobilisatie en flexibilisatie, oftewel stretchen. Nou, stel je voor, je staat net op uit bed. Pak gelijk het momentje. We gaan dan rustig stretchen. De eerste oefening die je kan doen, je gaat in de kleermaker zitten. Je zet de voeten tegen elkaar. En je buigt gewoon rustig naar voren. Je houdt je tenen vast. Niet kapot tegen elkaar aanpersen. En dan ga je vervolgens gewoon naar voren en naar achteren. Voren en naar achteren. En die moet je een beetje aan de binnenkant voelen. Doe je gewoon een keertje of 10. Rustig even vasthouden. En vervolgens weer naar achteren. Vervolgens zet je handen. Zet je op de grond. Doe een van de zijkanten voor. En deze dan voor de enkels. Dan til je je billen een stukje op. En dan probeer je vervolgens weer naar voren te duwen. En weer naar achteren. Naar voren. En naar achteren. Voren. En naar achteren. Vervolgens ga je een stukje vasthouden. En dan ga je pas naar links. En naar rechts. Ik doe dit stukje bootje varen. Dus dit is voor de enkels. En ook middenlies. Ongeveer 10 keertjes. Dan ga je op je deken, of op je matje, of op je tapijt. Ga je voor ons liggen. Leg je armen 90 graden. Houd je onderrug op de grond. Je trekt vervolgens je hoofd op. Kin op de borst. En terug. Terwijl je opkomt, blaas je uit. En vervolgens weer terug. Vergeet niet die onderrug op de grond te houden. 10 keer. Dan blijf je liggen. En dan schuif je armen. Vervolgens omhoog. Waarbij je onderrug op de grond houdt. En probeer je elleboog op de grond te houden. Plus je handen. Dat doe je ook. 10 keer. Je blijft zitten. Je schuift je benen in je kant op. Deze manier. Knieën op de grond. Ongeveer 90 graden. Handen aan één zijde. En nu vervolgens de pil push-ups. 10 keer elke kant. Zorg ervoor dat je knieën goed laag houdt terwijl je bil push-ups maakt. Bovenlijf draai je vervolgens door. En deze voel je lekker in je onderrug. En doe je rustig aan rug push-ups. Rustig opbouwen, je hoeft niet per se je neus de grond aan te raken. Links, rechts, 10 keer. Dan, wat je dan kan doen, of je pakt even een extra dikke deken of een aantal matjes op elkaar stapelt. Kan zijn dat je nodig hebt. Ik noem deze de Chinese sit. Dan zit je diep op je heupen. Zorg ervoor dat je hielen op de grond houdt. Je ziet, ik gebruik het matje als je het niet redt. Kan ook zonder. Vervolgens hou je kruis links een enkel vast. Hand op de knie. En je maakt een twist omhoog. Dus je trekt een beetje aan je been. En je zet af op je knie. Tegenwerkende krachten draai je ruggenwervel vervolgens uit. Dan wissel je af na 10 keer. Hand op de knie. Blaas goed uit. En dan heb je een mooie training erop zitten. Succes!